en leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe Vraag op Straat. Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2017. En daar gaat onze Vraag op Straat vandaag ook over. Want het nieuwe jaar, heeft u goede voornemens? De Vraag op Straat vraagt het aan u. Nou, het zijn hele simpele dingen eigenlijk. Dus een kennis die in Engeland woont, die wilde ik nog eens een mailtje met foto's sturen. Daar komt dan niet zo gauw van, dus dat staat op het lijstje. Dat streep ik dus elke keer af. De kamer opruimen, dus mijn studeerkamer opruimen. Op een gegeven moment hoopt zich allerlei mapjes op en die stop ik in orders en dat soort zaken meer. Dus dat, daar ben ik nu echt druk mee bezig en dat geeft een goed gevoel. Ja, de zon blijven. En hoe gaan we dat realiseren? Nou, gewoon veel gezond eten, wandelen en dat soort dingen. Eigenlijk eerlijk gezegd, niet echt specifiek. Ja, nou, vorige week nog wel. gezonder leven. Dat was het goede voornemen waar je het over had? Oké, okay, en hoe ga je daar aan werken? Ja, nou, ik wilde niet al te vet meer eten. En meer workouts doen of zo? Ja, ik heb ik denk wel dat het een goed voornemen is. Ik heb last van vliegangst. Maar mijn man die wil altijd wel graag eens wat verder op vakantie. En ik heb me voorgenomen 2017 het gewoon weer eens te gaan proberen. Dus we zijn van plan in het voorjaar eerst met een kort reisje naar Rome of zo te gaan. En dan wil ik gewoon weer eens proberen of het lukt, het vliegen. Kunnen we daarna nog eens wat langere reisjes misschien gaan maken. Dus ik vind het wel een beetje eng, maar ik ga het gewoon doen. Eigenlijk probeer ik hetzelfde te doen wat mijn vrouw doet. Proberen we uiteindelijk om toch het leven toch goed in te gaan en mooie stappen te kunnen maken. Vooral een beetje aan de vitaliteit denken. Wat meer bewegen en wat eten toch een beetje uit moeten kijken. En misschien een borreltje minder, dat zou ook wel belangrijk zijn, dat soort dingen. Maar gewoon proberen aan de gezondheid te werken. Ja, iets minder maar roken. Ja, want ik zie jou met zo'n e-smoker lopen. Waarom wil je stoppen met roken of minder? Ja, is voor de gezondheid natuurlijk wel beter. Hè? Ja, ik doe het 10.000 stappenplan. Dus om wat meer te wandelen. Kan u er iets meer over vertellen? Want ik zelf helemaal niet. Nou, ik geloof als je 10.000 stappen doet, dan dat is wat je nodig hebt zeg maar per dag. Leuk dat u weer gekeken heeft naar een nieuwe Vraag op Straat. En vergeet niet onder dit filmpje te reageren, want ik ben heel benieuwd naar wat uw goede voornemens zijn. Dank u wel voor het kijken en graag tot de volgende keer.